toch nog spannend te houden voor jezelf en voor je studenten. Nou, met name de studenten, want daar gaat het om. Man, wat hebben we de afgelopen 2,5 maand hard gewerkt. Van klassikaal onderwijs, wat begin maart nog komt, naar digitaal onderwijs, wat we nu een hele tijd hebben gedaan. Ik ben echt wel toe aan vakantie. Lekker liggen in het gras. Ik wil vakantie! Maar na de zomervakantie wil ik eigenlijk ook wel weer voor de klas staan. Ik wil weer lesgeven en dan niet zoals dit, maar voor een volle klas. Helaas zit dat er nog eventjes niet in. Maar om de online lessen toch nog spannend te houden voor jezelf en voor je studenten, en met name de studenten, want daar gaat het om, heb ik hier een aantal leuke tips. 3 tools die je zou kunnen gebruiken en waar we een uitleg bij geschreven hebben. We gaan even kijken op de computer. Een van de tools die je kunt gebruiken tijdens de online lessen, dat is Flipgrid. Een online videomuur waarin studenten zelf filmpjes kunnen maken en deze op de muur kunnen posten. Het is bijvoorbeeld handig voor tijdens een stage lopen, ook tijdens niet-corona maatregelen. Tijdens de online les, bijvoorbeeld door het antwoord geven op een vraag of een kleine reflectie, nou, noem maar op. Dat kan allemaal in Flipgrid. En voor Flipgrid hebben we in Xerte, een online programmaatje, hebben we een leuke uitleg gemaakt. En die kun je hier beneden in de comments terugvinden. Maar dan hebben we ook nog Padlet. En in Padlet, dat is een leuke link, die kun je hier vinden naar de videotutorial van mbomediawijs.nl. En in Padlet, het grote prikbord waarin je alles kunt doen. Net zoals prikbord in het lokaal of in de hal, wordt er van alles op gepost. Dat kun je ook gestructureerd doen. En de studenten, een brainstorm, een kennisinventarisatie, een tijdlijn, noem maar op. De mogelijkheden zijn oneindig gezocht. We hebben ook nog MindMeister om te kunnen mindmappen. En met mindmappen ordene je eigenlijk de kennis die in je hoofd zit. En je zorgt ervoor dat de routes naar die kennis steeds steviger worden. En ook MindMeister kun je hier vinden met een super vette videotutorial. Wil je nog even rustig doorlezen wat de tools nou allemaal inhouden? Kijk dan eventjes in de beschrijving. Daar vind je de links terug. En heb je nog tips? Dan horen we het graag. Fijne vakantie! Maar om die online lessen. Renske lacht me uit. Maar om die lessen online.